Bij aardrijkskunde heb je vaak een atlas nodig. Dat is een boek met kaarten. In een atlas staan ontzettend veel kaarten. Als je een plaats of kaart zoekt, gebruik dan de volgende tips. Zoek je een plaats of gebied waarvan je ongeveer weet waar het ligt, gebruik dan de bladwijzer achter in de atlas aan de binnenkant van de kaft. Een bladwijzer is een kaart met vakken waarin nummers van de kaartbladen staan. Als je de naam van een plaats weet, maar je weet niet waar dit plaats ligt, gebruik je het register van topografische namen, ook wel een namenregister genoemd. Dat staat ook achter in de atlas. Alle namen staan daarop alfabetische volgorde. Ook staat er een verwijzing naar de kaart en het vak in de kaart waar je de plaats kunt vinden. Als je een kaart over een bepaald onderwerp, zoals het thema klimaat, zoekt, kijk je in het trefwoordenregister. Hier staan alle onderwerpen op alfabetische volgorde, bijvoorbeeld het klimaat. Voor in de atlas staat de algemene inhoud. Hier staan alle titels van de kaarten in de atlas. Ze staan in volgorde van dichtbij, Nederland, naar ver weg van de hele wereld. Als je de titel van de kaart weet, kun je ook hier zoeken. Bij veel kaarten staat een legenda. Maar als een symbool of kleur daar niet op wordt uitgelegd, kijk je de algemene legenda voor in de atlas. Welke soorten kaarten vind je nou eigenlijk in de atlas? Er zijn twee soorten. Als eerste de overzichtskaarten. Deze geven een overzicht van een groot gebied en je ziet daarop waar dingen liggen, zoals landen, steden, wegen, spoorlijnen, meren, bergen en woestijnen. Daarnaast heb je de thematische kaarten. Deze gaan over een bepaald onderwerp, een thema. Hier zie je een kaart van Frankrijk met als thematische kaart over de zonneschijn, over het klimaat, of over de bevolkingsdichtheid, of iets over de bevolkingsgroei. Dit waren een paar tips voor het gebruik van de atlas. Ik hoop dat je het leuk vond, dit filmpje.